Dan bij Lennart van Eetveld. Lennart van het Lotto-team, jij bent ook een gevreesde kandidaat voor een Thibaut Nys, denk ik, hè? Ja, normaal gezien wel, moet dat deze parcours mij zeker liggen. Maar 2 weken geleden had ik een keelontsteking gekregen en ook een knieontsteking daarbij ook. 10 dagen was stilgelegen en dan gaat de conditie toch wel stil en achteruit. De laatste dagen ging het wel beter en ik hoop dat het vandaag dan toch eindelijk die dag is dat alles terug verloopt zoals het moet. Maar als je 100% zijn, is het moeilijk om te winnen. En dan 90% is dan nog moeilijker. Maar een koers is koers en er kan altijd van alles gebeuren en ik zal zien wat er komt. De ploeg is rondom jou gebouwd vandaag. Jij bent het speerpunt? Dat denk ik zeker niet. Ik denk dat iedereen de ploeg een kans heeft om te winnen vandaag. Zeker Jarno van der Paar als snelle spurter en alle andere mannen dat ook zeker een kans maken. Wie is de te duchte tegenstander buiten Nys? Dat is moeilijk te zeggen. Het is zo 19 jaar waar je een topfavoriet kunt aanduiden voor de rest. Vorig jaar ging dat wel met Jordi Meeuwis. Dit jaar zou ik zeggen dat er 20 mannen is dat zeker een grote kans maakt om te winnen. En ik kan niet iemand aanduiden dat daar bovenuit schiet. Klein lotto-pronostiekje? Ja, moeilijk te zeggen. Als het een spurt wordt, gok ik van de paar op 1. Anders, Liam Slok is ook een heel sterke man. En als alles juist uitdraait, kan het zeker ook voor hem. Oké, succes alvast. Dank je wel.